We zijn nu op een event van Microsoft, Future of Work. Dus het gaat over de toekomst van werken. En we gaan zo meteen beginnen. Het is in de ochtend is het nog voor partners en in de middag is het ook voor klanten. Ja, Paul, je staat naast me. Heb jij nog wat te vertellen? Ja, het gaat vooral over hoe je met de nieuwe tools van Microsoft omgaat. Het is dus echt een Microsoft evenement. Eerste instantie voor partners en vanmiddag ook voor klanten. En er staan ook een aantal partners hierboven met informatie over producten die ik ze leveren. Zie je hier allemaal. We hebben heel veel zin in en gaan zien wat het gaat worden. Ga zo naar de keynote. Plaatsen het in de context van identiteit, van threat protection, het managen van de devices daaromheen, door de productiviteitslens waarbij we steeds weer nadruk leggen op de collaboration en waarbij we teams als middel inzetten om echt op een andere manier met elkaar samen te werken. Ik kom bij genoeg klanten en die zeggen, oh ja, mijn IT-leverancier heeft Teams geïmplementeerd. Oké, hoe ging dat dan? Ze hebben het geïnstalleerd en we konden aan de slag, we hadden de app. En we zijn er maar gewoon een beetje gaan gebruiken, maar dat is niet adoptie. Adoptie is het integraal onderdeel maken van datgene waar je als bedrijf voor staat. Zo, het is nu in de middag en de ochtend zit erop. De klanten zijn ondertussen ook gekomen en we hebben één sessie in de middag gehad. Vanochtend hadden we presentaties van onder andere Michel Bouwman en Jeroen Jansen. Die sprak met name over adoptie en change management. En vanmiddag is daar ook weer een sessie over. En wat is jou opgevallen? Ja, dat is 1 op de 5 medewerkers remote inlogt. Dus dat wil zeggen dat als je een meeting hebt, dat één van die personen dus remote eigenlijk mee wil kijken. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor heel je organisatie, want je moet mee gaan denken in die situaties. En je moet mee, want als je niet meegaat, dan loop je op een gegeven moment achter. Verder vond ik artificial intelligence wordt heel veel gebruikt. Ja, dat komt ook heel erg terug. Hè? Echt ja. In elke presentatie komt dat terug, hoe meer ze dat willen in gaan zetten om technologie, dus dat technologie echt een middel wordt. Want het wordt toch nog heel erg en helemaal, als je zo met allemaal technische mensen zit. En dat benadrukt Microsoft ook van technologie is echt een middel om je doel te bereiken. En de missie van Microsoft is dus ook to achieve more. En dat spreken ze nu ook heel erg uit. En om daar dus ook AI meer voor in te gaan zetten. En ook bijvoorbeeld AI te gaan gebruiken. En ook als je Teams, Microsoft Teams gebruikt, dat AI weer heel veel data kan vergaren. En dat je met Teams daar weer gebruik van kan maken. Ja, inderdaad. Ik denk dat ook wel heel erg, dat ding van vandaag, het gaat heel veel over Teams, maar ook over die digitale werkplek. Maar ook 51% volgens mij is al dat mensen van een afstand werken. Ik krijg gewoon een lamme arm. Van een afstand werken in 2020. Maar de verwachting is dus de komende 5 jaar dat echt gigantisch gaat toenemen. Ja, inderdaad. Ja, steeds meer en meer. En dat ook wel een belangrijk is om over na te denken. Van waar ga je over 5 jaar, waar sta je met je bedrijf? En hoe ga je dus daar je technologie nu op aanpassen? Misschien denk je nu nog van, we kijken er nog even aan. Maar over 5 jaar, het verandert nu zo snel. Hoe ga je daar als organisatie mee? Ja, inderdaad. Wat is het?